Nou, ik zie de toch dat jullie weer kijken. Vandaag speelronde 5 uit naar Twente, Enschede. Een aardig ritje voor de boeg. Ik heb geen SVA-bus kunnen boeken, dus we moeten met de auto eerst naar Hengelo. Nou, aardig ritje. Zoals je hoort, tenminste, neem aan dat jullie het horen. Ik zit in de auto. Het regent al behoorlijk. Ik hoop dat het vanmiddag even wat beter weer wordt. Voorspellingen zijn dat het gewoon in Enschede rond 2:30 een graadje of 2:23 is. Dus korte broek erbij aan. We hebben er zin in. Verwachtingen? Ja, het wordt een heel lastige wedstrijd. Maar laten we positief zijn. 1-2. 1-2, ja, ja, ik hoop het ook. Achterin denk ik dat het gaat beginnen met Sosa linksback. Ja. Hato centraal links. Ja. Sutalo rechts. Ja. En dan rechtsback denk ik Guy. En dat moet gewoon de komende weken. Ja, dat zou zomaar kunnen. De komende weken moet dat ook even de vaste achterhoede worden. Ja. En van daaruit gaan bouwen. Absoluut. En dan voorin is dat een hoop vraagtekens. Nou, ik hoop dat Berghuis speelt. Daar is Stijn ook blij mee dat hij er weer is. Dus ja, ik ook. Maar ik hoop wel dat hij dan op 10 komt te staan. Ja, ook prima. Want ik verwacht dat hij weer op rechts gezet wordt. En het is geen rechtsbuiten. Nee. Dus dat is wel weer... ja, hoe gaat hij dat allemaal oplossen? Dat gaan we vandaag zien. Ja, zeker weten. We hebben er zin in. Absoluut. Voorspelling voor jou 1-2? 1-2. Positief. Ja, ik vind hem lastig. Ik ga met je mee. 1-2. Vamos! Yes! Lekker weertje hoor. Jeetje man, takken weer joh. Op weg naar Hengelo. Nog 111 kilometer. Helemaal meer dan 120. Nee, het stond 111 nog volgens mij. Nou, dan komt de bord aan, dus even kijken. Er komt weer een bord aan. Hengelo! Even kijken, Hengelo. 109 kilometer nog, mensen. 109 kilometer. Als je voorspelling hebt, 2-4, lekker man.
in de Grolsvesten. Kijk. Opstelling is inmiddels ook bekend. Rensch wel op rechtsback. Sosa gaat zijn debuut maken. Linksback. Centraal hebben we Hato en Sutallo. Middenveld wordt ook een debuut voor Manswerk. En die wordt gecomplementeerd door Tahirovic en even kijken, Akpom op nummer 10. Dus Brobby staat in de spits, Akpom erachter. En dan Berghuis rechts en Bergwijn links.
knap hoor. Over 7 weer aangekomen thuis. Ik weet het niet, man. Het is dramatisch, vooral die eerste helft. Ik denk dat we terecht 2-0 in korte tijd achter stonden. Gorter maakte al een fantastische redding. En dat was al in de weet ik van welke minuut, maar heel snel kwamen we op 2-0 achter. Weinig tegenovergezet. Ik was echt even bang voor een 4, 5, 6-0 nederlaag zo snel. Ik hoorde achter me al iemand zeggen, ga maar naar huis. Want die zag erbij ook al hangen. Dus echt, echt heel slecht. Heel veel spelers die onder hun kunnen speelden. Of, ja, wat is hun kunnen, kun je je nog afvragen. Manswerk, geen debuut om trots op te zijn. Er ging super veel mis bij die gast. Die werd gelukkig ook gewisseld in de tweede helft. Er kwam volgens mij Telen voor in de plaats. Er zat er iets meer voetbal in. De tweede helft was echt een stuk beter. En dat is gelukkig waar ik me ook aan vast ga houden. Want het is behoorlijk dramatisch weer. We hebben niet de tijd die we nodig hebben om er een team van te maken. Het is gewoon klaar. Met wedstrijden tegen Twente, Marseille aankomende donderdag, zondag tegen Feyenoord thuis. Dus er zijn geen wedstrijden waarbij je nog tijd gaat krijgen om er iets van te maken. En ja, ik ben bang dat het ook misgaat bij dat soort wedstrijden. Ik hoop het niet, ik hou me hard vast. Maar het moet echt beter. Ik hoop dat we beginnen zoals we in ieder geval de tweede helft speelden van vandaag. Dat was al iets beter. Ik bedank jullie toch weer voor het kijken. Ik post ook deze wedstrijd weer. En ik zou zeggen, tot de volgende. Later.